Mijn naam is Trix Kruisinga. 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 En het spel mag nu de enveloppe openmaken, waarin de volgende informatie zit. Mijn naam is Trix Kruisinga en ik ben kapitein bij het leger des Heils. Ons leger is een strijdmacht en de soldaten zijn strijders tegen het kwaad. We helpen hier, we helpen daar en zingen liederen met elkaar. Ons uniform gaat met de mode mee. Soms dragen we een minirok. Al lang geleden bood onze stichter hulp aan mensen die het nodig hadden. En dat doen we nog steeds. Was getekend Trix Kruisinga. Nou, Goele, ik begin bij jou. En schroom niet, want onze heilsoldaten zijn gewend om vervelende vragen te beantwoorden in kroeg, hoor. Ja, toch? Het zal nodig zijn. 50 seconden gaan nu in. Mevrouw nummer 2 staat, ons uniform gaat met de mode mee. Ja, ik zie het inderdaad. Hoeveel jaren is dit modern pakje al het kostuum van de... Nou, dit is al zo vanaf de jaren 60. Ja, ja. Helemaal begin jaren 60 mee. Hebben we nog met de korte rok gelopen. Ja. Ja. Mevrouw nummer 1, hoeveel geven de mensen zo gemiddeld? Je gaat toch met zo'n bus rond, hè? Ja, dat is alleen als ze naar de café's of eethuis gaan. Ja, hoeveel geven ze gemiddeld? Ja, meestal een gulden. 1 gulden. Neemt u ook Belgische frankjes aan? Ja hoor. Ja. Hoeveel kan er, mevrouw nummer 3, hoeveel kan er in zo'n hele pot in? Hoeveel zit daar zo ongeveer in? Ja, ik lever het altijd in. Ik tel het zelf niet na. Dus... Oh, u telt het nee, zelf ik niet tel na. Het zelf u niet hebt er geen idee van. Nee. Mevrouw nummer 3, hoe heet het leger des Heils in het Engels? Mevrouw nummer 3, ja. Salvation Army. Mevrouw nummer 2, hoe heet het in het Frans? Ik zou het niet weten. Mevrouw nummer 3, hoe heet het? Helaas. Ja. Ja, goed, Joop. Mevrouw 2, wat is de achtergrond van het leger? Ik bedoel, de oorsprong. Nou, het is eigenlijk soup, soap en salvation. Dus je moet eigenlijk eerst zorgen dat iemand lekker te eten heeft gehad. Oh, het is meer goedere tijden dan slechte tijden. Ja. Nou, wij proberen toch wel goede tijden. Mevrouw 1, ik geloof dat het leger dus borg staat voor eerlijkheid. Dat is dus een van de dingen. U zit misschien te liegen. Wie weet. Mevrouw 3, zit u nou te liegen hier? Dat moet u zelf maar uitmaken. Mevrouw 2, doet het ertoe welke godsdienst of je beleid? Nou, als je beleid in dit bent, dan is het protestantisme, maar we staan in feite open voor iedereen. Mevrouw 3, bent u katholiek van huis uit? Nee, ik ben protestant opgevoed. Dank u wel, Jo. Ja, dat is niet te doen in 50 seconden. Caroline, de 50 seconden van nu. 50 seconden gaan nu in. Mevrouw 1. Kunt u mij zeggen welk jaar de Salvation Army het leger des Heils gesticht is? In Engeland is dat in 1865 geweest. Ja? Mevrouw, weet u wie de stichter was? Ja, dat was William Poot. Mm-hmm. Ja. Is er... Mevrouw 2, is er een leeftijdsgrens voor nee, u? Nee hoor. Nee, we kunnen al met de hele jonge jeugd al beginnen natuurlijk mogen zijn geen heilsoldaat worden. Dat zou een beetje vreemd zijn. Maar iedereen kan wel een iedereen is veel soldaatje, dus het is, ja, is toch een klein beetje een ander soort soldaatje. Ja, dat denk ik. Voor één, nou was ik de kluts kwijt met mijn soldaatjes. Wat in Frans is, wat is het in Frans? Armée de salut. Dat denk ik dat ze het goed hebben. Dankjewel, Caroline. Ja, maar zij wist het niet. Ja, we gaan nog niet onderhandelen. Marnix, jouw 50 seconden gaan nu in. Ik wist het ook in het Frans. Nee, maar ik wou toch even nog op die kleding. Mevrouw 1, dat hoedje, hè. Daar was het toch even over. Is er nu een nieuw hoedje in het ontwerp? Ja, er is een nieuw hoedje. Met name voor de jonge mensen. Het is een soort polhoedje. Heel fijn, daar ben ik echt blij mee. Mevrouw 2, is er in Japan ook een heilsleger? Ja hoor, in 93 landen en ook in Japan. Oh, en hoe heet het daar? Ik geloof iets van Hotoha Orata. Ah, ja. Dat is het. Goed, dat is goed. En mevrouw 3, jongens, ze kloppen mijn tijd. Ze kloppen mijn tijd.
Mevrouw 3, wat is de hoogste rang in het leger op dit moment? Dat is kolonel. En wie is dat? Dat is majoor Boshart. Ja. Hoe kan dat nou, majoor? De kolonel is wat anders dan een majoor. Nee, toch, het wordt gezegd majoor, maar het is eigenlijk kolonel. Ja, kolonel, maar dat klinkt zo rottig, hè, kolonel Boshart. Ja, dat is waar. Nee, wat zijn de wapens van het leger? Mevrouw 2. Het geloof. Wij strijden eigenlijk met het goede tegen het kwade. Dankjewel, maar niks. Ja, het einde van de eerste ronde. En jullie moeten nu een keuze gaan maken. Wie van de drie de echte heilsoldaten zou zijn of zal zijn. Is dat heilsoldaten 1? Heilsoldaten 2? Of heilsoldaten 3? Goede, ik begin bij jou. Wie denk je dat het is en waarom? Oh, mag ik mijn beurt niet overslaan? Nee. Ik weet het echt niet. Ik blijf bij mijn eerste idee dan, maar ze geven het toch allemaal zo goed aan. Ze hebben flink hun huiswerk gemaakt. Help. 3? Ik weet het echt niet. 3. Jo. Ja. Ja, ik vind mevrouw 2. Ik weet het niet. U bent. Ja, ik zie wel iets heilsoldaters in u, maar u bent het niet. Nee, ik denk niet dat u het bent. Ik doe gewoon wat mijn intuïtie mij aangeeft, want dat doen jullie ook vaak. Ja. Ik neem 1. Karolien, wie denk je dat het is? Ik heb het moeilijk tussen 1 en 2, eerlijk gezegd. 3 denk ik niet, want de haar is te mooi. Haar is te mooi kleur. Nee, ach, wel ja. En nummer 2, als ik een castingbureau had, zou ik 2 nemen. Ja, doe. Maar maak je keuze niet bekend? Ik doe 1. 1, laat maar zien. Marnie, jij als laatste. Ja, nou, door die hoedjes hebben ze alle drie wel erg veel weg van een heilsoldaat, hoor. Maar mevrouw 3 zegt nou ook wel veel, maar ik kies nu toch voor mevrouw 2, om ook eens lekker af te wijken. Ik vond namelijk dat ze een hele leuke grap maakte. En dat vind ik alleen al een enorm voordeel voor een heilsoldaat, dat ze zo'n goede grap kan maken. Kunnen ze. Dus voor mij is het 2. 2. Dankjewel. Laat me zien. Nou, dan is nu het grote moment aangebroken. Wil de echte heilsoldaten Trix Kruisinga nu gaan staan? Ja, maar ja, hé. Hey. Ah, ja. Dat is hier toch wel even leuk om te vertellen dat Trix moeder is van 4 kinderen. En dat het geld wat vanavond verdiend wordt gewoon naar het leger gaat, hè? Ik zou het graag willen schenken aan het Huis Vogelzang in Hilversum, wat mensen opvangt die AIDS-junk zijn en eigenlijk in de terminale fase verkeren en daar opgevangen worden. Fantastisch. Ik ben natuurlijk heel benieuwd. Mevrouw 2, want u zou getast kunnen worden als heilsoldaat. Wie bent u wel eens een boel? Ja. Mijn naam is Lia Stoop, ik kom uit Helmond en ik werk bij de gemeente in Zon en Breugel als ambtenaar. En mevrouw Lee? Mijn naam is Loes Derks, ik kom uit Hazerswoude en ik ben mededirecteur van een koeltechnisch bedrijf. Sorry, dames, jullie hebben bij elkaar 2 foute antwoorden ontmoet. Dus 2 keer 250 gulden, 500 gulden. Gefeliciteerd. En mevrouw 2, mevrouw 3 zien we ze nou weer terug in het 1-op-1 spel. We zijn alweer aangekomen bij de laatste ronde van vanavond, het 1-op-1 spel. En we weten van Martin en Ger dat ze wel een eitje kunnen bakken, maar absoluut geen kok zijn. En we zien het. Lia en Loes, die stralen wel de liefde uit, maar zijn absoluut geen heilsoldaten. Wat jullie niet weten, maar ik al wel, is dat één van deze 4 de voorzitter is van de Grand and Forsyth fanclub. En het is aan jullie om uit te vinden wie van de 4 dat is. En ik zal beginnen met Marnix. Tijd gaat nu in. Maar wie zijn Grant en Forsyth? Sorry! Dat is echt heel. Denk eraan, er zitten een hoop fans in de zaal. Grant en Forsyth, dat is een country duo. Heel bekend trouwens. Oh, wat leuk! Ja. En dat is heel bekend. Dolly Parton, is het daar een familie van? Nee, absoluut niet. Het zijn Engelsen die dus in Nederland nu wonen. En vroeger hebben ze bij de Keizer Doors gevonden. Oh, u bent het. U bent het. Ik ben er van overtuigd. Maar ik zeg ja. Laat het bordje maar zien. Ik wil het zo graag uitleggen. U moet het zijn. Laat het bordje maar zien, ja. Dankjewel. Caroline.
Ja. Jouw 20 seconden gaan nu in. Ja, Lia, wil jij mij vertellen dan de vader van een van de... Ja? Of course, Bruce Forsyth. That's right. En is hij op dit moment op televisie? Op dit moment hij? Ja. Ik geloof, I Bet Your Life. Ja. En hoe oud is die? Hoe oud is die nou? Die moet er al tegen de 70 lopen. Speelt de piano? Ik zou het niet weten. En hoe lang zijn ze hier gaan doen? Grant and Forsyth. Nu 3 jaar. I see. Thank you. Dank je wel. Colleen, is ze het volgens jou, ja? Oh, nee. Nee? Oh, nee. Laat maar zien, bordje nee. Nee, moet ik zeggen waarom dat niet? Nee, dat mag je zo dadelijk zeggen. Jo, jouw 20 seconden gaan nu in. Ja, en bent u dan, u bent Grant? Nee, was dat maar zo. Wow. Wat bent u dan wel? Ik ben de voorzitter van de fanclub. Ah, ja. Oh, fanclub! Dat is er niet. Hoeveel brieven beantwoord? Ja, dat is verschillend, maar zeg maar zo'n 25 tot 30 toch per maand, zeker wel. Hoor. Hoeveel? 20 tot 30 per maand krijgen we binnen. Die oh, maar nee, Robert heeft het veel meer. Nee. Goedelijk. Heeft hij nog een zangtoetje gegoedelijk? Ja, ja. Je dacht dat hij Grant was. En dan zeg je iets over de Belgen, zeg. Goedelijk. De 20 seconden gaan nu in. Martin. Welk is de grootste hit geweest van Grant and Forsyth? You're My World. Hoeveel platen zijn er al verkocht zo? Ik denk zo'n wereldwijd of ja, wereldwijd. Dat zullen er zo'n 513.000 geweest zijn. 513.000. En wat kost het om lid te worden van die club? 25 gulden per jaar. Ik zit veel in Nederland, ik stel al Nederlandse vragen zo. Hè. 25 gulden. Is er ook een blaadje, zoiets als dit van het leger? Ja, komt eens in de 3 maanden uit. Dankjewel, Goede. Je moet nu zeggen of Martin het wel of niet is. Ik denk het niet. 513.000. Goede is helemaal lang. Heb je een zakdoekje nog? Of, ik pak Joop zijn hemd wel even. Nou, dat is nu het grote moment aangebroken. Wil de echte voorzitter van de Grant and Forsyth Fanclub nu gaan staan? Ja. Kandidaten, ik moet jullie teleurstellen, want het panel heeft alleen maar goede antwoorden gegeven. Dus helaas, jullie hebben niks verdiend in deze ronde. Maar Loes. Ja, nou, dat gaan we zo dadelijk zien. Dames en heren, dit was Wie van de Drie. Kandidaten, bedankt voor het meedoen. En natuurlijk ons fantastische panel, Goedele Liekens. Joop Draaghekke, Caroline Kaart en Marnix Stapper. Heel bedankt thuis. En Loes, we hebben nog wat leuks voor jou. Want speciaal zijn hier voor jou Grant and Forsyth met hun nieuwste nummer van hun nieuwste cd. Warm Feeling met Behind Closed Doors. Ja, dat mag ik je weer voor je kippen. Just like a lady should be.